Als je kijkt naar de kinderen die nu op het middelbare school zitten, die al drinken, die zijn gemiddeld rond hun 13,5 begonnen. Ninette van Hasselt is expert bij Trimbos als het gaat om jongeren en riskant gedrag. Jongeren onder de 18 gewoon niet meer uitgaan, zijn we van alle problemen af als het gaat om alcohol, als het gaat om drugs. Goed idee? Zou heel makkelijk zijn, maar het gaat helaas niet lukken. Maar op zich is uitgaan en middelengebruik wel heel erg aan elkaar verbonden. Uitgaan is op zich niet slecht, maar het hangt wel af van naar welke leeftijd. Als je op je 12e al tot 3 uur 's nachts in de stad rondzwalt. Het is toch geen ouder die dat goed vindt, joh? Nou, dat moet je toch maar eens aan portiers vragen. Die komen dan nog wel eens tegen. Echt waar? Ja. We hebben op het ogenblik de wet dat er onder de 18 geen alcohol geschonken en aangeboden mag worden. Wat dat betreft zouden kinderen in de kroeg natuurlijk gewoon helemaal veilig moeten zijn. Ja, maar dat is niet zo. Het is natuurlijk heel makkelijk om van vriendjes of vriendinnetjes die wel 18 zijn drankjes te krijgen. Soms wordt er ook niet zo goed op nageleefd, maar het wordt wel steeds minder makkelijk voor jongeren. Zijn ouders alert genoeg? Ik zie enorme verschillen tussen ouders. Sommige ouders zijn heel laconiek en zeggen, ah joh, dat heb ik allemaal ook gedaan en bij mij is het ook allemaal goed gekomen. En ik zie ouders hysterisch als hun kind een keer iets heeft gedronken voor hun 18e. En ja, het zit natuurlijk ergens in dat midden waar je een gezonde manier moet vinden om te gaan met alcohol in jouw kind. Je hoort dus dat ouders zeggen van ja, maar als ik het ga verbieden, gaan ze het stiekem toch doen? Het gaat er eigenlijk over dat je je kind gewoon goed kent en een beeld hebt van wat daar kan gaan spelen. En soms betekent dat je moet zeggen, ja sorry, maar ik wil dat jij om 1 uur thuis bent. In een andere omgeving weet je dat jouw kind met die en die vrienden dat het prima goed komt. Hoe oud is een kind ongeveer als het gaat experimenteren met alcohol? Als je kijkt naar de kinderen die nu op het middelbare school zitten, die al drinken, die zijn gemiddeld rond hun 13,5 begonnen. Vooral dat moment dat ze naar de middelbare school gaan, dat is een moment om je voor te bereiden op wat er allemaal gaat spelen. Het gaat niet alleen maar alcohol, het gaat ook over drugs en over seks. En over al die onderwerpen gaan dan meer spelen. En dat allemaal in dat brugjaar? Ja, maar je mag het wel een beetje doseren. Ja. Wat je vergeet is dat je heel vaak heb je het eigenlijk wel over alcohol. Dus als je televisie zit te kijken, kan je ook zeggen van nou, dat tikt er stevig in, want dat is behoorlijk sterk spul. Dat soort kleine opmerkingen, daarmee bouw je ook al kennis op. Het is eigenlijk een soort opvoedsausje. En je moet zorgen dat er een aantal ingrediënten in zitten. Wat zit er in jouw sausje? Ja, nou, 5 dingen eigenlijk. Begin erover en doe dat op tijd voordat het echt aan de orde is en kinderen zelf aan het drinken zijn. Zorg dat ze genoeg weten en dat jij genoeg weet. Zorg dat je afspraken maakt, heldere afspraken over wat wel en niet oké is. Houd toezicht, dus monitor, hou ze in de gaten zonder dat je heel vervelend wordt. En herken de signalen als het niet goed gaat. Haal hulp, want je gaat dat niet alleen redden als het echt misgaat. Voor pubers en middelengebruik, wat zou jouw droom dan zijn? Eigenlijk is het uitgaansleven en dat wat jongeren doen vaak nog heel schraal. En dan zijn ze zo alleen maar op dat drinken gericht. Terwijl eigenlijk wat ze willen is gewoon een hele leuke avond en elkaar ontmoeten en wat losser worden. Ik zou heel graag eens willen verkennen hoe kun je dat ook op andere manieren zonder dat die alcohol en drugs daar zo'n belangrijke rol in spelen. En kunnen we dat niet eens gaan verkennen? Dat is een hele mooie uitdaging. Hoe hebben pubers een leuke avond, een gezellige avond, wat minder geleid door die fles wijn of dat glas bier?